We beginnen met Jeroen Broekema van Springcast. En Springcast is een podcast hosting platform. Nederlands bedrijf is nu internationaal aan het gaan. En als je podcast host, dan kun je natuurlijk ook heel veel zien over wat er gebeurt aan de achterkant. Jeroen, kom maar even vertellen. Ja, hier zit je. Kom maar eens even vertellen wat jullie bedrijf precies doet en wat je daardoor weet. Dus allebei. Dank je. Ja, dank je wel. Nou, allereerst die foto is uit een oude wereld van mij, denk ik. Want met een das, dat is echt heel erg lang geleden. Mijn naam is Jeroen Broekema. Zoals je al zei, ik ben de medeoprichter van Springcast, springcast.fm. En wij zijn een jong bedrijf. We staan nu 1,5 jaar ongeveer, plus minus. En we zijn keihard aan het groeien. Het gaat ongelooflijk hard. En wij liften eigenlijk mee op, even kijken, op dit, wat jullie natuurlijk allemaal weten. En dat is dat die podcastmarkt ongelooflijk hard groeit. Het is echt ongekend. Om dat ene cijfer er maar uit te halen, de laatste 90 dagen, 455.000 nieuwe podcasts. Dan hebben we dus niet over afleveringen, want dat zijn natuurlijk nog vele malen meer. Maar het aantal nieuwe podcastshows in de wereld, nou, het groeit ongelooflijk hard. En dat doen we bij Springcast ook. En misschien een beetje achtergrond bij Springcast. Ik zelf was al ondernemer en mijn medeoprichter, Nico, was ook al ondernemer. Zijn allebei op een andere manier hierbij gekomen. Hij was zelf op zoek, hij wilde een podcast lanceren zelf met zijn bedrijf. En hij was zelf op zoek naar een host. Want je hebt natuurlijk een host nodig om je podcast ergens te plaatsen. Zodat die RSS-feed, de kanalen die RSS-feed kan oppikken. En hij zag gewoon, er is eigenlijk helemaal niks hier in Europa. Er is in Nederland ook niks. En ik wil een aantal dingen die ik niet zie bij partijen in Amerika. Plus, ik wil hem gewoon in Nederland hebben. Ik wil hem Nederlandstalig hebben. En ik wil mijn Nederland hosten en mijn data gewoon hier hebben. Dus zo is hij ermee gestart. Ongeveer, denk ik, een half jaar eerder dan dat ik betrokken raakte bij Springcast. En ik zelf had een aantal bedrijven waar wij een app voor nodig hadden. Om een eigen podcastomgeving te creëren. En ik zat dus ook in Amerika in gesprek en kwam er dus ook achter van er is eigenlijk helemaal niks. Nou, dat zijn altijd wel mooie momenten om een bedrijf te beginnen. Dat is dus 1,5 jaar geleden. Ik werd klant en later ben ik helemaal aan boord gekomen bij Springcast. En zo zijn we allebei gestart. Ik vind overigens zelf niet zo heel vreemd meer in om een heel kleine zaal te staan, of een grote zaal, maar met weinig mensen. En toch te weten dat er veel meer mensen luisteren. Ik ben zelf ook podcast host. Ik heb een podcast waarin ik elke week een leider in de financiële sector interview. Dus CEO's, hoogleraren, ministers, topambtenaren in die financiële sector. Vandaar ook waarschijnlijk die foto. Ik weet niet waar die vandaan komen, uit mijn oude financiële tijd. En daar interview ik dus 1 op 1 in zo'n klein kamertje iemand. En je bouwt echt een band op met iemand die je daarvoor nog nooit hebt gezien. En toch weet je dat je 70.000 downloads per jaar hebt. En je weet dat mensen naar je luisteren. En dat vind ik zelf ook het prachtige aan podcast. Je zit in een kleine zaal en toch mensen die luisteren naar jou, die hebben het gevoel, ik ben erbij, maar ik mag niks zeggen. Dat vind ik zo mooi aan podcast. En om dat ook nog even terug te pakken naar het begin, naar jouw introductie. Mijn favoriete podcast blijft nog steeds Tim Ferriss. Heel veel mensen die hebben een hekel aan hem, maar ik vind de Tim Ferriss show toch mooi hoe hij die ook dat doet, precies die band opbouwen. Nou, naar Springcast. Dit is dus waar wij op mee groeien. En we groeien zelf heel hard. Daar kom ik straks nog even op terug. De eerste initiële problemen die wij, een aantal van de problemen die we zagen, is dat data buiten Europa. Dat is heel simpel, maar waarom niet gewoon hier? Het hoeft niet per se in Amerika. We hebben genoeg redenen om te bedenken waarom we niet allemaal dingen in Amerika per se hoeven te hebben. Tweede is privacy en compliance. Wij zijn heel erg gefocust op de privacy, op de data. De content moet gewoon blijven bij de contentmakers. Die moeten er zelf kunnen monetizen. Die moeten er zelf dingen mee kunnen doen. Maar er moeten geen profielen gebouwd worden. Dat soort dingen. En APIs. We bieden APIs zodat mensen ook tegen ons platform dingen aan kunnen bouwen. Dus al hier de oplossingen. Nou, ik heb ze eigenlijk al genoemd. Maar we houden dat in Nederland en straks in Europa vanuit de GDPR perspectief. En je kunt APIs bouwen met je eigen, bijvoorbeeld met je eigen app tegen ons hosting platform aan. Nou, wat bieden wij nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk ons product? Hè? Wat is nou eigenlijk de kern? Ik zou zeggen 4 dingen. Hosting, dus het hosten van de file, de show notes, de foto die bij jouw podcast hoort. Die hosten wij. En vanuit ons gaat die met die RSS-feed naar Spotify's, Apple's en alle andere players waar mensen op luisteren. 2, heel erg belangrijk voor podcastmakers. En wij richten ons echt op bedrijven. Hè? Dat is misschien wel goed om nog even te benoemen. Wij richten ons op van ZZP'er tot echt large corporate. Dus we hebben heel veel kleine MKB-klanten, maar we hebben ook de allergrootste corporates. Maar die willen natuurlijk weten,
Of je nou klein bent of groot, maar je wil weten hoeveel mensen luisteren, waar haken ze af, mannen, vrouwen, nou, al dat soort data, die komen bij ons in de podcast, in de dashboard terecht. En de kerndatapunt is natuurlijk altijd hoeveel mensen luisteren eigenlijk naar mijn podcast. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste om te weten, en via welke kanalen. Nou, private podcasting is echt gigantisch in opkomst. Daar krijgen van onze klanten ook steeds vaker die vraag. Dat kan uit hele verschillende hoeken komen. Als je bij een corporate bijvoorbeeld of bij een overheidsinstantie, vaak komt het vanuit de marketingkant. Dus dan wel interne marketing, dan wel externe marketing met een bepaalde groep. Dus niet de wider public, maar gewoon een bepaalde groep. Maar het kan ook intern zijn. We hebben bijvoorbeeld voor een grote klant hebben een app gemaakt en die gebruikt het voor interne marketing, voor evenementen die ze intern organiseren. En er kunnen dus alleen maar mensen op die binnen die organisatie werken. Dus die private podcasting is denk ik heel interessant, ook waar andere sprekers na mij het ongetwijfeld wel met jou over gaan hebben, over monetization en wat je daar dan allemaal mee kan. APIs heb ik al genoemd, als je dus niet een app van ons hebt, maar je hebt een app van jezelf en je wil hem tegen ons platform aanbouwen, dan kunnen wij daar aan meewerken. Dus dat is de kern van ons product. Zien jullie hem ook knipperen of ben ik dat alleen? Nou, dat is leuk aan podcast. Je hebt geen beelden, dus dan neem aan dat jullie daarbovenin iets organiseren. Maar goed, het ziet er wel flesje uit. In ieder geval hier gewoon een aantal logo's van klanten van ons. Dit zijn natuurlijk bekende organisaties. Je merkt dat heel veel overheidsorganisaties bij ons hosten. Omdat vaak de regel is, ik weet niet hoe het precies omschreven staat in de manuals, maar zal ik eens één keer klikken? Oh, jullie klikken. Maar de regel is vaak bij overheidsorganisaties van als je het in Nederland kan doen of bij Nederlandse partijen, probeer dat dan eerst voordat je het ergens anders zoekt en zeker in Amerika. Oké. Nou, ik hou bij deze slide, denk ik. Oh wel. Nou, we hebben heel veel. We hebben dus naast deze, die dus niet werkt, organisaties. Hè, dus we hebben dus Achmea, Arjen, PSV Supporters Club, enzovoort. Binnenlandse zaken, economische zaken. Hebben dus ook heel veel mensen, gewoon bekende of minder bekende mensen, die hun eigen podcast starten en het bij ons hosten. Dat was dat laatste plaatje met die foto's van profielen van mensen. Ik had één laatste slide die misschien zo er nog opkomt. En die gaat over onze strategie. Een beetje mini doorkijkje naar welke kant we op willen. Nou, uiteraard stating the obvious, maar we willen hard doorgroeien. En het eerste plaatje is dan ook hard doorgroeien in Europa. We willen ons echt richten op Europa primair. Wil niet zeggen dat andere mensen niet bij ons mogen hosten. Maar daar richten we ons eerst op. Dus we gaan op hele korte termijn live met de Engelstalige versie. En dan met lokale talen in Europa. Dus we willen waarschijnlijk beginnen met Duits en Frans en dan Spaans. En zo doorwerken, zodat we dat beschikbaar kunnen stellen. Dat is onze eerste focus. Het tweede focus is nog meer aansluiten van private podcast apps, dus naast de standaard publieke Spotify, Apples van deze wereld, maar allerlei andere apps die van organisaties zelf zijn, om die ook bij ons aan te sluiten. Derde focus is op onze partners. En met partners bedoelen wij eigenlijk iedereen die content produceert namens bedrijven en overheidsorganisaties. Dus allerlei podcast agencies, daar hebben we al heel netwerk van. Maar daar werken we graag, dat is het derde plaatje, werken we nog veel meer, willen we daarmee samenwerken. Omdat uiteindelijk natuurlijk maar weinig organisaties echt een hele podcastserie zelf maken. En toch dat bij een agency neerleggen en samen met hen iets creëren. En uiteindelijk dat moeten hosten en willen kijken naar wat de analytics daarbij bij zijn. En het vierde punt heb ik al benoemd, maar is die private podcasting, daar zien wij een enorme markt in. Misschien nog één klein voorbeeld daarvan, wat nu ook heel erg een opkomst is, zien wij, is aan de learning kant. Dus organisaties zeggen van naast een online learning platform hebben we ook een podcast learning platform voor mijn organisatie, waar wij bijvoorbeeld opleidingen inzetten, podcastopleidingen, echt om te leren. Die moet gewoon iedereen doen. Maar bijvoorbeeld ook een 10 minuten met de CEO elke week erin zetten. Of bijvoorbeeld zeggen, daarnaast, we halen ook nog wat externe RSS-feed van een paar podcasts op. Die wij zeg maar, nou ja, curated zou je kunnen zeggen. Dat klinkt wat zwaar voor wat het is. Maar waarvan de organisatie zegt, dit zouden onze medewerkers heel interessant kunnen vinden. Dus een combinatie van learning, externe dingen en eigen creatie. Dus dat is wat Springcast doet. En ik laat het verder aan jou denken om nog iets te bespreken. Ik heb heel veel vragen. Ja. wat interessant is om hoe die wereld in elkaar zit. Want je moet je podcast dus ergens hosten.
Dan heb je RSS-feeds. Nou, ik las vroeger altijd al mijn nieuws via RSS-feeds. Dat is eigenlijk helemaal de wereld uitgegaan, behalve in de wereld van de podcast. Hè. Daar wordt dat, is dat eigenlijk de lijm tussen alle, waar het staat, wie het heeft, waar het naar uitgezonden wordt, et cetera. En jullie zeggen van, ja, laten we dat in Nederland doen, want het is veilig. En dan heb je nog een hele andere markt, want wat jij beschrijft is van, het is bijna het begin van het internet. Je hebt broodjes en bedrijfjes en tools en software. En je hebt een hele andere markt over het maken van de podcast, opnemen, transcriptie. Er zijn ook heel veel tools voor, hè? Ook veel, ja, er zijn heel veel partijen die daar natuurlijk in zitten. Kijk, wij zijn echt, uiteindelijk zou je, als je het heel simpel zegt, wij zijn gewoon de tech-kant, het techbedrijf, wat het mogelijk maakt. Wij creëren zelf geen content. Dus we vinden het zelf leuk om heel dicht bij die contentmakers te staan. Dus we zijn zelf ook podcastmakers. Maar dit is echt het hostingbedrijf. Grappig dat je zegt RSS-feed en zo. Want dat is natuurlijk helemaal sowieso grappig aan de podcast. Hè? Het is natuurlijk allemaal heel ouderwets eigenlijk. Mijn grootmoeder van 97, dat is gewoon een luisterboek. En dat is natuurlijk gewoon. Het is helemaal niet zo, wat dat betreft helemaal niet zo nieuw. Maar het is als je kijkt naar, en dan kom ik even terug op het gevecht, of niet het gevecht. De kansen voor kleinere Nederlandse, Europese schaal infrastructuur voor een media-industrie versus de hele duidelijke mogelijkheden die een grote internationaal bedrijf en Spotify, Zweeds bedrijf oorspronkelijk, maar ik bedoel, globale speler. Nou, bedoel, als je kijkt naar wat daar nu aan het gebeuren is. Het is niet lang geleden dat Apple en Spotify allebei gezegd hebben van wij gaan nu wel toe naar subscription opties. Je kunt mensen vragen om te betalen, maar degene die dan die podcast aanbiedt krijgt weer niet de contactgegevens van degene die ervoor betalen. Dus er is een voordeel om het via hun te doen, want bereik, maar je doet het dan weer niet zelf. Hoe zien jullie dat ontwikkelen? Want het zijn grote veranderingen die niet alleen businessveranderingen zijn, maar het zijn ook technische veranderingen. Absoluut. Nee, maar dat is mega interessant. Want voor mij, ik zie het allemaal in de trend van, hoe ga je uiteindelijk, even heel plat gezegd, maar hoe ga je verdienen aan die podcast? Hè? Hoe ga je die monetization doen? En iedereen probeert daar natuurlijk iets in te doen. Alleen het lastige voor veel partijen is dat ze natuurlijk bijvoorbeeld Spotify, de grootste waarschijnlijk, die heeft wel maar één platform, hoe groot ze ook zijn. En er zijn ook mensen die daar niet luisteren. Dus je houdt altijd dit spanningsveld van waar ga ik een poortje zetten? Of ga ik juist advertenties eroverheen runnen? En dan zijn er weer contentmakers die zeggen, ja, ik wil die advertenties die niet over hebben. Dus een enorm steekspel gaan op dit moment van waar gaat er verdiend worden? Want zijn natuurlijk ook, ik heb geen slides nu erop gezet, maar er zijn natuurlijk ook slides waarin je ziet dat het wel heel serieus begint te worden. Hè, dat er echt miljarden geïnvesteerd worden aan de monetization kant. Dus daar kan je heel veel kanten op. Voor jullie klanten is dat vaak waarschijnlijk niet zo aan de orde, want die willen gewoon, die willen gewoon in de wereld zijn. Willen gewoon hosten, willen gewoon weten dat hun data niet misbruikt wordt, weten dat hun data niet verkocht wordt. Kijk, als wij ergens, Nico, medeoprichter en ik, een hekel aan hebben, is het precies dat. Dat is ook een van de redenen waarom we dit gestart zijn. Niet die data verkopen. De contentmakers blijven gewoon de eigenaar van die content. Gooi er geen ads overheen of al dat. Maar kunnen jullie dus dan aan een podcastmaker, iemand die een podcast heeft, ook laten zien van, hey, je podcast is 7000 keer bekeken, van 1500 via Spotify en precies. Dus die data komt wel terug. Ja, dus het dashboard, hè, waarin je dus je dashboard van de vlucht die je maakt, kun je precies volgen van, hè, waar wordt er nou naar mijn podcast geluisterd? En wij gaan daar steeds meer data aan toevoegen, zodat je als maker steeds beter kan inspringen. Kijk, één ding wat wij heel belangrijk vinden, waar we nu heel druk mee zijn, dat met onze embedded players gaat het al heel goed. Maar goed, je moet natuurlijk ook al samenwerken met die grote partijen als Spotify. We zijn ook Spotify licenser. Maar één van de dingen die wij eigenlijk willen is van, waar haakt nou iemand af? Het is heel simpel, maar het is hele belangrijke informatie. Want als jij weet waar mensen afhaken en je zet daarna je ad straks, hè, of jouw sponsor komt dan aan bod in jouw podcast, ja, dat is natuurlijk niet het moment om hem te plaatsen. Maar dus jij krijgt dus van Spotify en al die Apple en al die andere partijen ook letterlijk de informatie terug bij 3 minuten 51. Nee, dat hebben we dus met onze embedded players kan het al wel. Met Spotify en zo dat niet. Dus dat zijn continu natuurlijk van, hè, welke data kunnen wij krijgen? En we hebben nu weer allerlei nieuwe dingen doorgevoerd, waardoor we weer meer data krijgen van Spotify bijvoorbeeld. Spotify is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Hè, doordat we die licensure agreement hebben. Maar dat is natuurlijk constant de strijd. Wij willen gewoon dat al die data beschikbaar komt voor degene die de content gemaakt heeft. Ja, grote vraag uit de zaal. Aarzel niet, het mag. Er zijn wel vragen uit de online zaal. Ja, ga je gang. Oh, ja, maar, ja, kun je me zeg maar hardop, dan herhaal ik hem.
Oké, de vraag is dus, waarom zou je het bij Sprinkast doen als je het ook via Spotify en Apple geregeld kan krijgen? Ja, en Spotify heeft dan weer een bedrijf, Anchor. En Anchor is dan weer de hostingpartij onder Spotify. Dus, Dat is een hele goede vraag. Een paar dingen. Is natuurlijk één is, je wil alles bij elkaar hebben. Dat is gewoon heel simpel. Je kan overal data vandaan plukken. Overigens zijn Spotify en Apple zijn natuurlijk groter, maar er zijn natuurlijk vele malen meer. Dus je wil eigenlijk gewoon alle data wel bij elkaar. Dan zit je alle data bij elkaar op te tellen. Je ziet gewoon in één dashboard. Dat is gewoon een hele praktische reden. Ja, en er zijn natuurlijk partijen die zeggen van, nou kom bij mij hosten. Maar dan heb je bijvoorbeeld het alleen, hè, bij gratis spelers komt het alleen bijvoorbeeld op Spotify terecht. Of er worden toch weer ads overheen gerund. Dus dat zijn allemaal redenen. Je wil de analytics bij elkaar hebben. Dat zou mijn eerste antwoord zijn. En tweede antwoord zou zijn, ja, je wil vervolgens wel dat er niet iets daarmee gedaan wordt wat jij niet wil. Nog iemand een vraag uit de zaal? Okay, wat is de belangrijkste... meteen roepen, hè, een hand opsteken, want ik ben heel... Nee? Oké. Okay. Ik hoorde net het platform van de NPO, luisteren. Dat is voor jullie natuurlijk een... dat zou fantastisch zijn als luisteren. Ja, de vraag is of de publieke omroep niet zou moeten hosten bij... waar hosten jullie eigenlijk, Egon? Waar staan al jullie potten? Ik ben niet gewoon een eigen datacentrum staan waar alles op staat? Ja. Jullie... En baseren we het op die meerwaarde. Oh, je hebt je microfoontje nog. Heel goed. Dank u, Regie. Ja, dus Egon van de publieke omroep zegt, nu doen wij alles zelf. Als er meerwaarde zou zijn, kijken we naar alle opties. Ja, okay. Nou, leuk dat je even dat in gang zet. Dank, Lidwa. Eén vraag nog. Jullie zien, doordat je al die dashboards van al die partijen hebt, en ik snap dat je niet individuele informatie ooit zou delen, maar wat verrast je in al die analytics die bij jullie binnenkomen? Nou, slide 2, gewoon de immense groei. Gewoon de groei. Ongelooflijke groei. Kijk, ik heb zelf hiervoor ook bij een bedrijf gehad dat enorm schaalde. Maar dit is echt exponentieel met hoofdletters. Het groeit gewoon zo hard, die podcastmarkt. En wat ik, als je dat combineert met dit kwantitatieve statement, combineert met een kwalitatief statement, namelijk dat mensen die podcast luisteren, daar ook echt heel veel waarde aan hechten en ook het als heel betrouwbaar ervaren over het algemeen. Natuurlijk uitzonderingen, maar vaak betrouwbaarder dan andere mediabronnen, vind ik dat heel interessant. Je hebt dus heel veel mensen, enorme groei, en aan de kwalitatieve kant mensen het heel, als heel betrouwbaar ervaren, dat vind ik interessant. Dus dat valt me erg op en het valt me op. Het is niet zo, ik denk dan van gigantische groei, dat snap ik. Ik heb geen podcast, ik zou er wel een willen, maar die groei snap ik, maar zijn dan overal ook wel luisteraars voor? Zijn er niet te veel? Ja, ik denk dat het mooie is dat je natuurlijk enorme niches kan opzoeken. Ja. Om maar even heel dicht bij mezelf te blijven. Maar mijn niche is de financiële wereld. Dat is al een hele grote niche. En dan luisteren maar 60.000, of mensen zijn het niet eens, maar downloads per jaar. Ja, dat is al best wel klein. Maar je hebt wel, in die niche kent iedereen je. Ja. En dat is natuurlijk heel grappig. Als je eenmaal in een niche zit, in jouw niche kent ook iedereen jou waarschijnlijk. Ja. En dat is natuurlijk de lol. Hoeveel luisteraars heb je nodig? Je kan voor de echte kwantiteit gaan of de kwaliteit. Als jij de besluitvormers hebt binnen een bepaalde niche, nou... Als je elke week 100 mensen hebt, ben je ook... Ja, dus het hangt ervan af. En natuurlijk zijn er ook podcasts die alleen maar voor vrienden gemaakt worden. Maar dat is ook hartstikke leuk, toch? Ja, daar gaan we het straks over hebben. Dankjewel voor deze bijdrage. Graag gedaan.